En in deze tijden van koopjes is het natuurlijk de prijs waar u voor door de knieën gaat. Maar weet dat u in andere omstandigheden, argeloos shoppend, zachtaardig gemanipuleerd wordt door slimme winkelpsychologen. Een lichtje op de juiste plaats bijvoorbeeld doet wonderen. Jan de Meulemeester en Katrien van der Linden. De Delijze van Hasselt, daglicht met TL-lampen, rooslicht boven het vlees, witte spots in de cosmetica-rekken en warm licht op tomaten. Hier is over nagedacht. De consument zal misschien niet dadelijk iets zien of toch niet bewust meemaken dat hier een andere lamp hangt. Maar het creëert wel een andere sfeer. Dus zien dat die tomaten hier door een warmere lamp de roder en iets gezonder gaan uitzien dan onder de koudere lampen. Gaat die dan ook anders kopen? Dat hopen ze natuurlijk. Dat is wel het doel waarom ze deze verlichting gaan gebruiken. Goed gekozen lampen doen klanten langer winkelen en meer kopen. Katelijn Cartier is interieurarchitecte en onderzoekt de invloed van belichting op ons onderbewuste, op ons koopgedrag. Waarom dat roze licht, waarom die filter bij vlees, wat doet dat bij klanten? Dat is tweeledig. Enerzijds om het vlees langer te bewaren, dat hij een soort van filter gebruikt wat het schadelijke licht eigenlijk tegenhoudt. Anderzijds is het ook bedoeld om het vlees er rozer te laten uitzien, dus iets verser om het zo te zeggen. Dat de consument wanneer hij het koopt echt de indruk heeft dat hij een heel vers stuk vlees koopt. Achter de belichting zit fundamenteel onderzoek. We gaan met een proefpersoon, onze regisseur Katrien, naar de Provinciale Hogeschool Limburg. Interieurarchitecten en psychologen onderzoeken hier het effect van inrichting en belichting op het consumentengedrag. Na een vragenlijst mag Katrien het labo in. Zo, het is nu de bedoeling dat u gaat winkelen zoals u in een gewone winkel zou doen. U krijgt 20 punten, daarmee kan u 20 artikelen kopen. Een labo, een levensechte winkel. De raamloze witte wanden en de onopvallende vloer maken dat niets de aandacht afleidt van de winkelrekken. Katrien weet niet dat we peilen naar het effect van de belichting op haar emoties. Vanuit een observatieruimte wordt ze gevolgd. Nadien is er een ondervraging. Heb je iets gemerkt aan de verlichting? Dat je dingen zegt, ze zijn bijzonder goed uitgelicht of misschien minder goed uitgelicht? Of vond je ook daar een normale setting? Ik vond het wel normaal, maar ik had wel gezien dat op de appelsine dat daar wel zo'n spot op stond. Ja, precies. Katrien werd gemanipuleerd door de kleuren. We gaan terug het labo in. Dus je hebt hier twee soorten verlichtingen precies. En deze is zo duidelijk in de warme verlichting gezet. Mm-hmm. Mevrouw Cartier, kan dat een invloed hebben op de manier waarop ze die appelsine koopt of hoeveel? Dat is wel de bedoeling. Hè. Er staat nu momenteel een warme spot op. Dus het oranje van de appelsine komt nu veel verder naar voren dan dat ik daar bijvoorbeeld een koude spot op zou zetten. Met warm licht blijkt uit het onderzoek hou je klanten langer binnen. Koud licht daarentegen jaagt ze weg. We schakelen alle witte TL-lampen aan. Katrien voelt zich meteen minder goed. Ja, dat licht verandert, hè? Ja. Zo meer een koolraad gevoel, zo precies. En is dat een gezellige sfeer nog? Ik vind het gezelliger als de spots op staan. Met die TL-verlichting, staat zoiets goedkoop uit, precies. Het koolruitgevoel, onaangenaam of goedkoop? We gaan naar de koolruit van Hasselt. De TL-verlichting is er wit en koud. En ook de inrichting is erg sober, met oude, hoge stalen rekken. Maar net die soberheid is bewust. Het is een strategie. Is dat voor u belangrijk dat die zo mooi ingericht zijn, zoals in de Delijze bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Dat hoeft niet. Ik kom hier omdat het hier een stuk goedkoper is. En als het dan praktisch is, is het oké. Ja, volgens mevrouw moet het niet heel mooi ingericht zijn. Heeft dat een betekenis, die soberheid? Het goedkope uitstralen, zoals mevrouw zegt, het is hier goedkoop en dat willen ze ook op alle manieren uitstralen. Dus de inrichting is daarop afgestemd. Dus ze doen hun best niet om echt luxe uit te stralen of gezellig uit te stralen. Het is gewoon puur basic, functioneel. Krijg je dan ook het gevoel dat het wat goedkoper is als het er ook zo wat uitziet? Dat is zeker wat meespeelt. Omdat het er goedkoop uitziet, zowel de rekken als het interieur als de verlichting, gaan mensen ook denken dat het hier goedkoper is. Eigenlijk niet inrichten. Dat kan ook een manier zijn van iets in te richten. Of ja, absoluut. Je zou zeggen, het is hier niet ingericht, maar de strategie van Colruyt is enorm doorgedreven en er is wel zeker heel hard over nagedacht. In Delijze koop je meer omdat de lampen voor gezelligheid zorgen. In Colruyt koop je dan weer meer omdat de winkel er zo goedkoop uitziet. Het is koopjesperiode deze maand. We hebben u gewaarschuwd.